Marten, we hebben van jou ook gezien dat je nog een paar dagen geleden op reis bent geweest. Je bent naar Londen geweest. Hoe is dat bevallen? Ja, leuk. Londen is al van kleins af aan mijn lievelingsstad. Dus ik ben blij dat we eventjes tijd hadden om er tussenuit te gaan en dat ik naar daar kon trekken. Want op sociale media zien we af en toe ook verschijnen dat je zwanger zou zijn. Heb je daar zelf al meer nieuws op? Meer nieuws? Ja, meer nieuws heb ik nog niet. Meer nieuws heb ik nog niet. Ik heb het voorbij zien komen en ik denk dat ik een heel duidelijk statement heb gemaakt met nieuwjaar. Oké, dus laten we er gewoon van uitgaan dat het klopt. Want ja, het zal misschien wel beginnen kriebelen als je ziet wat dat met Julien bijvoorbeeld doet. Goh, we hebben Hanne nog altijd niet teruggezien. Maar ja, ik denk dat we alle drie wel heel graag kinderen zien. We staan ook voor kinderen met K3. Dus ja, wie weet ooit in de toekomst. We wensen jou alleszins heel veel geluk toe. En jij ook natuurlijk, hè Julia? Dankjewel. Ja, de kinderen zal bij mij nog wel even duren hoor. No worries. En heel veel groetjes aan Hanne als ze binnenkort terugkomt. En heel veel plezier met Julien. Hebben jullie toevallig weet dat hij mee op tour zou gaan? Nou, we hebben al wel gezegd, goh, als je een keer geen oppas vindt, is niet erg. Pak maar lekker mee. Ja. Dus wie weet. Ja. Kunnen jullie al beginnen oefenen. Ik wens jullie heel veel plezier toe en heel veel succes met alles wat de toekomst nog brengt. Dank je.